Jen Jen Jen, Gemi Tandazo. Sing Jen Jen Jen, Gemi Tandazo. Gemi Tandazo, Gemi Tandazo. Gemi Tandazo, Gemi Tandazo. Sing Jen Jen Jen, Gemi Tandazo. Sing Jen Jen Jen, Gemi Tandazo. De dingen zijn zoals ze zijn. Dankzij gebed. Onze moeders, de vrouwen van weleer, spraken altijd gebeden uit. Dat zegt dit lied. De Vallei Mautzee ligt in de vrijstaat van Zuid-Afrika. Een heilige plaats waar Sangoma's verblijven om in direct contact met hun voorouders te zijn. Er leven plusminus 200.000 traditionele genezers in heel Zuid-Afrika. En zo'n 60% van de bevolking raadpleegt deze vorm van geneeskunde. Jaarlijks komen zo'n 5000 mensen naar deze vallei en op dit moment leven zo'n 500 Sangoma's in de overhangende grotten en dat maakt dat deze vallei een van de belangrijkste religieuze plekken in Zuid-Afrika is. In april van dit jaar waren we te gast en we werden uitgenodigd om een regenritueel bij te wonen. De meeste patiënten die op dit moment in de vallei wonen, zijn besmet met het HIV-virus, ofwel AIDS. Hoewel de Sangoma's hier al vele eeuwen leven, is het land geprivatiseerd. De landeigenaar heeft hekken rondom het land gezet en iedere bezoeker moet achterhand entree betalen, wat op 4 gulden per persoon komt. De Sangoma's betalen een maandelijks bedrag aan huur, wat zij unfair vinden, aangezien dit land in oorsprong aan niemand toebehoorde. Ze worden regelmatig bedreigd om het land te verlaten en dat brengt de Sangoma's in een benarde positie. De behoefte aan nieuwe hutten in de vallei, vanwege de koude, worden van de hand geweest door de eigenaar. Gezamenlijke dans is één van de uitingen van uniformiteit en het verlangen van de mens om krachten te bundelen. De witte ringen die de Sangoma's dragen zijn het aureool van Jezus Christus, met de directe verbondenheid vertegenwoordigd van het licht. De munt vertegenwoordigt het materiële. In deze afbeelding van goud zijn er twee vertegenwoordigd. De dans die u hier ziet wordt uitgevoerd om de regen en bliksem te activeren en vormt een bestanddeel in de symbolencultuur. Het bundelen van krachten en het uitzenden van een bepaalde frequentie
zullen de wolken doen breken, zeggen de Sint-Thomas. En wanneer de wolken breken, vloeien Gods tranen over Gods akker.
Allemaal roepen en nu niet. Kom maar zo.